Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt, op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting van dat hoofdstuk en met een verklarende woordenlijst waarin enkele moeilijke woorden worden uitgelegd die misschien niet voor elke lezer duidelijk zijn. Daarna begint het eigenlijke hoofdstuk. Hoofdstuk 14, waarin Rudyard Kipling en blinde vissen ons aansporen om wat beter te kijken naar de uitgangspunten van de evolutietheorie, die natuurlijke selectie als een nieuwe godheid binnenhaalde. Zie het boek De blinde horlogemaker van Richard Dawkins. Maar die god heeft verborgen gebreken. We ontdekken de tekortkomingen. En beperkingen van natuurlijke selectie als middel voor biologische verandering. Ten eerste heeft natuurlijke selectie de neiging om variaties te elimineren in plaats van ze te vermenigvuldigen, zoals evolutie vereist. We zien dat uitvluchten, zoals geografische isolatie en biologische wapenwetlopen, ook niet werken. En dan zijn er nog de alternatieve mechanismen voor natuurlijke selectie. Zoals genetische drift of genetische verspreiding. Een bezoek aan de supermarkt toont aan dat natuurlijke selectie alleen kan selecteren wat al aanwezig is. Het kan niets creëren. Erger nog, nieuwe soorten kunnen alleen door natuurlijke selectie ontstaan door verlies van genetische informatie, wat in het gunstigste geval leidt tot zelfbegrensde micro-evolutie. Macro-evolutie, dat is de schepping van nieuwe organen en diersoorten, kan dus niet plaatsvinden door natuurlijke selectie. De scheppingskracht van evolutie, als die al bestaat, moet elders liggen. Zie hoofdstuk 15. Nieuwe woorden. Allelen, verschillende versies van hetzelfde gen, zoals de twee allelen van het menselijk oogkleurgen. Dat bruine of blauwe ogen produceert. Genenpool. De totale genetische informatie van een soort of ondersoort. Genoom. Het geheel aan genetische informatie van één lid van een soort. De nette dikhuid. Het olifantenkind zat daar drie dagen te wachten op het inkrimpen van zijn neus, maar die werd niet korter. Bovenste beste! Nu begrijp je dat de krokodil die neus had uitgerekt tot een echte, heuselijke slurf, zoals alle olifanten die vandaag de dag hebben. Aan het eind van de derde dag kwam er een vlieg die hem in zijn schouder stak, en voor hij wist wat hij deed, hief hij zijn slurf op en sloeg de vlieg ermee door. Voordeel nummer één, zei de tweekleurige rotspitonslang. Dat zou je niet hebben gekund met een miserige neus. Rudyard Kipling in Zo zit dat, het olifantenkind Rudyard Kiplings verhalen, die hij voor zijn dochter Josephine geschreven had... Werden in 1902 gepubliceerd, slechts 43 jaar nadat darwin hem voor was met de oorsprong der soorten. Als je de verhalen aandachtig leest, kun je moeilijk aan de indruk ontkomen dat Kipling Darwin op speelse wijze of herhaalde of hem terugpakte. Het verhaal van het olifantje speelt zich af in een hele jonge wereld met allemaal verwante diersoorten. Die nog veel van hun huidige kenmerken missen, en doet sterk denken aan de theorieën van de grote bioloog Charles Darwin. Het is natuurlijk het verhaal over hoe de olifant zijn slurf kreeg en hoe bevoorrecht hij was door deze nieuwe, nuttige en toch geheel toevallige aanwinst. Hij kon de slurf niet alleen gebruiken als vliegenmepper, maar ook om fruit te plukken, water te spuiten. ...slurfloze dieren een pak slaag te geven... ...en voor het oppakken, opzuigen, van de meloenschillen... ...die hij had laten vallen op zijn weg naar de Limpopo-rivier. En dat is waarom Kipling hem een nette dikhuid noemde. Natuurlijk is de dierenwereld van Rudyard Kipling... ...meer Lamarckiaans dan Darwinistisch. Jean-Baptiste Lamarck, 1744 1829... Suggereerde dat evolutie plaatsvond door de overerving van verworven eigenschappen. En hij heeft tot op de dag van vandaag nog aanhangers. Jaren geleden debatteerde ik met de populaire Britse TV-botanist David Bellamy over evolutie en schepping. En hij gaf toe dat hij meer Neo-Lamarckiaan dan Darwinist was. Hoe dan ook. De. Zo zit dat verhalen van Kipling dienen een waardevol, waarschuwend doel. Ze herinneren ons eraan dat een oorsprongtheorie die, met een beetje verbeelding, alles kan verklaren, eigenlijk niets verklaart. Zien of niet zien. Ik kan mijn punt het best illustreren aan de hand van een voorbeeld. Er zijn verschillende vissoorten ontdekt die in grotten leven. Waarin geen licht doordringt. Ze zijn blind en hun aandoening wordt toegeschreven aan darwinistische evolutie. De blinde variant van de Mexicaanse tetra kan, vergeleken met zijn ziende tegenhanger, een oppervlaktevis, veel beter ruiken. En hij kan vier keer zoveel energie opslaan in de vorm van vet. Hoewel de vis geen nieuwe soort is. Doet hij duidelijk zijn voordeel met deze eigenschappen en lijkt hij geen last te hebben van zijn blindheid? Maar de vraag is waarom deze vis zijn gezichtsvermogen moest kwijtraken. Een van de Darwinistische verklaringen is dat vissenogen, hoe nuttig ze ook zijn, erg gevoelig zijn voor ontstekingen. Als u ooit vissen hebt gehad, weet u hoe waar dat is. Bij de blinde Tetra is het oog bedekt met een huidlaag die. 1. Dergelijke ontstekingen voorkomt. 2. Het sterftecijfer vermindert. En bij gevolg. 3. Voor een selectief voordeel zorgt. We zouden terloops kunnen opmerken dat de genetische basis van het gezichtsvermogen niet helemaal verdwenen is. Want bij één experiment werden blinde vissen uit twee verschillende locaties met elkaar gekruist. en hadden sommige van de jonge vissen. In elk geval een beperkt zicht. De verklaring die hiervoor gegeven wordt, is dat de twee blinde vissenpopulaties hun gezichtsvermogen waren kwijtgeraakt door verschillende genetische mutaties, en dat in een deel van het nageslacht de genetische verliezen in de ene populatie gecompenseerd werden door genen die overleefden in de andere, en omgekeerd. Darwinistische mechanismen. Zouden de blindheid van holenvissen dus inderdaad kunnen verklaren? Maar kijk ook eens naar een andere recente ontdekking, waarover geschreven werd in een artikel in The Times, dat zich baseerde op een wetenschappelijk artikel in The Journal of Current Biology. Dat is het tijdschrift voor moderne biologie. Ik citeer: Er is een bizarre, vierogige vis ontdekt die een uniek systeem van spiegels gebruikt om zichzelf te beschermen tegen roofvissen in de donkere diepten van de zee. Het wezen, dat vast blij is dat het bruinsnuitspookvis werd gedoopt, is het enige gewervelde dier waarvan bekend is dat het geen lenzen maar spiegels gebruikt om beelden scherp te krijgen bij een lage lichtsterkte. Bij enkele soorten schaaldieren zijn ook spiegelopstellingen gevonden, maar de spookvis is de eerste gewervelde diersoort die ze heeft ontwikkeld om te kunnen zien. Einde citaat. De vis heeft gewone ogen, maar heeft bovendien naar beneden gerichte spiegelogen tussen aanhalingstekens. Die zouden dan een selectief voordeel moeten geven door scherpe beelden te geven van lichtflitsen die roofdieren in de donkere diepzee uitzenden. Fascinerend! Ik wil hier echter niet discussiëren over de darwinistische verklaringen die men voor deze verschillende eigenschappen heeft, maar u erop wijzen dat er een luchtje aan dat vissenverhaal zit. De evolutietheorie verklaart namelijk met het grootste gemak allerlei tegenovergestelde gevolgen, en houdt vol dat dezelfde. Selectieve druk, een donkere omgeving, bij de ene soort de oorzaak is van een verlies van gezichtsvermogen en bij de andere soort de oorzaak van een verbetering ervan. Ik besef natuurlijk dat geen twee leefomgevingen exact hetzelfde zijn. Misschien zitten er geen lichtgevende roofvissen in de holen, zodat de tetra geen extra ogen nodig heeft om ze te kunnen zien. Maar wat bepaalt eigenlijk of een bepaalde omgevingsfactor wel of niet evolutionair selectief is? Waarom zouden die lichtgevende roofvissen alleen een selectief effect hebben op spookvissen en niet ook op alle andere diepzeebewoners? Met andere woorden, waarom hebben niet alle kwetsbare diepzeevissen geavanceerde detectiemechanismen ontwikkeld? Net zoals de spookvis. En waarom waren de gewone ogen van de spookvis niet goed genoeg om optisch gezien zoiets elementairs als een lichtflits op te merken? Er komt geen einde aan de vragen die je kunt stellen. Of misschien wel. Misschien leiden ze naar één grote beslissende vraag. Is er ook maar één kenmerk van welk wezen ook dat niet verklaard zou kunnen worden door een of ander evolutionair draaiboek. Laten we weer naar onze olifanten teruggaan. Hun lange slurf helpt hen voedsel te grijpen... dat anders onbereikbaar zou blijven. Maar hetzelfde geldt voor de lange nek van de giraf. Waarom hebben giraffen geen slurf in plaats van een lange nek? Dat zou de letterlijke hoofdpijn voorkomen... die een evoluerende giraf kan krijgen door veranderingen in de bloeddruk, als hij zijn kop van boven naar beneden beweegt. De moderne giraf heeft zelfs een speciaal kleppensysteem in zijn lange nek, dat dit probleem verhelpt. Maar waarom zou je al die evolutionaire problemen doorstaan, als een slurf hetzelfde voordeel zou opleveren, zonder kleppen? En hoe overleven en gedijen gazellen en gnoes in dezelfde omgeving als giraffen, zonder een lange nek of een slurf. Het probleem dat ik hiermee heb is dat evolutie altijd een antwoord kan verzinnen op deze vragen en dus nooit weerlegd kan worden. Maar de mogelijkheid om weerlegd te worden is essentieel voor elke echte wetenschappelijke theorie. Vrijwel alle terreinen van het leven zijn al zo doordrongen van het geloof dat evolutie de enige waarheid kan zijn. Dat het vandaag de dag heel normaal gevonden wordt, om het als een vaststaand feit te accepteren. Ons lieve spookvisje is daar een goed voorbeeld van. In het artikel in The Times staat, citaat: Spookvissen werden 120 jaar geleden ontdekt, maar er was slechts weinig over hen bekend, totdat er anderhalf jaar geleden, tijdens een wetenschappelijk uitstapje in de Tongaardroog in het westen van de grote oceaan ingevangen werd op een diepte van afgerond 600 tot 800 meter. Het was het eerste levende exemplaar dat door onderzoekers werd bestudeerd. Einde citaat. Op het moment dat ik dit schrijf, slechts 18 maanden na de vondst, twijfel ik er sterk aan of er al enig onderzoek is gedaan naar de evolutie van de spookvis zoals pogingen om zijn evolutionaire voorgeslacht achterhalen en met name de evolutionaire wegen die hem uiteindelijk zijn wonderlijke spiegelogen hebben gegeven. Maar de betrokkenen hebben er geen moeite mee om, alsof het om een vaststaand feit gaat, te beweren dat de spookvis de eerste gewervelde is die extra ogen heeft ontwikkeld om hem te helpen zien. Hoe kan iemand er al direct zo zeker van zijn dat de vis ze heeft ontwikkeld. Dat is eenvoudig, omdat het darwinisme leert dat evolutie de enige manier is waarop elk levend organisme elke eigenschap kan verwerven. In het wetenschappelijk tijdschrift Nature schrijven de biologen Paul Ehrlich en L. C. Birch. Van respectievelijk de Universiteit van Stanford in Californië in de Verenigde Staten en die van Sydney in Australië het volgende: Citaat. Onze evolutietheorie is er een geworden die niet weerlegd kan worden door welke mogelijke waarnemingen dan ook. Elke denkbare waarneming kan er ingepast worden. De theorie staat dus buiten de empirische wetenschap, maar is niet per se onjuist. Niemand kan manieren bedenken om de theorie te testen, dat is, te weerleggen. Ideeën, ofwel zonder grondslag ofwel gebaseerd op enkele laboratoriumexperimenten, die in zeer vereenvoudigde systemen zijn uitgevoerd, hebben veel meer gezag gekregen dan eigenlijk zou mogen. Deze ideeënstroom is deel geworden van een evolutionair dogma dat door de meesten van ons aanvaard wordt. Als een integraal deel van onze opleiding. Einde citaat. Hoewel deze woorden in 1967 zijn geschreven, en misschien het standpunt van een minderheid uitdrukken, is er sindsdien niets gebeurd om ze te weerleggen. Wat het leven betreft, luidt het oordeel van de evolutie: ik ben, dus ik ben geëvolueerd. Is het dus een echte wetenschap? Of is het misschien een materialistische filosofie van het zijn, die gevaarlijk balanceert op een smalle basis van wetenschappelijke feiten? Ketterij? We zullen zien. Evolutionaire grondbeginselen Hoewel evolutie alle aandacht krijgt op scholen en in de media, bestaat er nog steeds verrassend veel verwarring over bij de gewone man. We moeten dus even een kort overzicht geven van de grondbeginselen van de huidige neodarwinistische synthesebeweging. De theorie schrijft de evolutie van jellypars tot jaspianisten toe aan een wisselwerking tussen twee eenvoudige processen: willekeurige genetische mutaties, dat zijn toevallige veranderingen in de genen, en natuurlijke selectie, zeg maar de overleving van de sterkste. Het spreekt voor zich dat willekeurige mutaties als zodanig geen gericht effect kunnen hebben, zoals de onverbiddelijke drang naar grotere complexiteit in levende dingen, die de theorie probeert te verklaren. Dan blijft natuurlijk selectie over om deze sturing op te leggen als de echte drijvende kracht achter de evolutie. Richard Dawkins zegt het zo: citaat. Toeval is geen oplossing, gegeven de hoge onwaarschijnlijkheidsniveaus die we zien bij levende organismen. En geen enkele bioloog met ook maar een greintje gezond verstand heeft dat ooit gesuggereerd. Natuurlijk gebeurde dit niet door toeval. Natuurlijke selectie is niet alleen een sobere, plausibele en elegante oplossing, het is het enige werkbare alternatief voor toeval dat ooit naar voren is gebracht. Het is niet alleen een werkbare oplossing, maar het is ook een oplossing van opperste elegantie en kracht. Einde citaat. Men moet zich afvragen hoe Dawkins toeval zo afschuwelijk kan vinden met betrekking tot de evolutie van ontwikkelde organismen, maar zo aantrekkelijk als verklaring voor de oorsprong van complexe genetische codes en cellulaire mechanismen. Weet u nog wat hij in het vorige hoofdstuk? In verwijzing 4 zei: Citaat. Stel dat het leven is ontstaan. doordat zowel DNA als de op eiwit gebaseerde kopieermachine. spontaan en door toeval tot stand kwam. Einde citaat. En dat is precies wat hij voorstelt. Laten we ons desondanks even voorstellen dat. wat evolutie betreft. de natuurlijke selectie als koning heerst. Niet als God, natuurlijk, waarbij we ons met name richten op de natuurlijke selectie van eigenschappen, zoals Darwin zelf ook deed, terwijl hij nog geen weet had van mutaties. We gaan even terug naar het snelle konijn, waarmee we in hoofdstuk 5 al even kennis hebben gemaakt. Stelt u zich voor dat Boer Wassink een konijnenberg op zijn land heeft, en dat een familie vastelijk ervoor zorgt, dat de konijnenfamilie niet te groot wordt. Stelt u zich voor dat moeder konijn tien kleine konijntjes heeft, waarvan er één veel sneller kan lopen dan zijn broertjes en zusjes. Vijf van de konijntjes worden door de vossen gevangen, voordat ze zelf kleintjes kunnen krijgen. Vier andere overleven door geluk, maar het snelle konijn, laten we hem SK noemen, ontsnapt altijd aan de vossen, door sneller te rennen. De vijf overlevende leden van de generatie krijgen elk tien kleine konijntjes. De tien SK-konijnen erven allemaal de SK-eigenschap en overleven allemaal. Maar de andere veertig leden van deze tweede generatie zijn nog steeds treuzelende konijnen. Benoemen ze TK. Ze hebben niet zoveel geluk en slechts de helft leeft lang genoeg om voor nageslacht te kunnen zorgen. We hebben nu een zichzelf vermenigvuldigende groep van 50 konijnen, maar nu heeft 20% van hen de SK-eigenschap in plaats van 10% in de eerste generatie. Als nu precies dezelfde regels van sterven en voortplanten. Van toepassing zijn op de volgende generatie, wordt duidelijk dat de zich voortplantende familie uit 100 SK's en 200 TK's zal bestaan, dus 33% TK's, treuzelende konijnen. En naarmate de generaties elkaar opvolgen, betekent het selectieve voordeel van de SK-eigenschap dat deze zich zal verspreiden. In de hele konijnenberg en volledig zal domineren. Dan zal door een genetisch verschil in een enkel konijn een populatie gewone konijnen bijna helemaal veranderd zijn in superkonijnen. De details in dit verhaal zijn natuurlijk verzonnen, maar het geeft wel een beeld van het principe. Dat is Darwinistische evolutie in de notendop, of een konijnenhol. Maar laat nu uw verbeelding eens de vrije loop. In het begin merken de vossen niets vreemds op. Want er zijn nog steeds genoeg treuzelende konijnen om te kunnen vangen. Maar wanneer de snelle konijnen de konijnenberg langzamerhand beginnen over te nemen. en de treuzelende konijnen een zeldzaamheid beginnen te worden. beginnen sommige vossen honger te krijgen. Nu rust er selectieve druk op de vossen. De druk van verhongering. Maar als een echte redder in nood zorgt de evolutie ervoor dat er een vos geboren wordt die zelf snel kan rennen. Die snelle vos, SV, vangt zijn konijnen altijd, zelfs de snelle. Dat geeft de snelle vos een selectief voordeel op zijn langzamere broertjes en zusjes, waarvan de helft sterft aan ondervoeding. Voordat ze zich kunnen voortplanten. Het is niet zo moeilijk te begrijpen dat de evolutie van het SK-konijn met een beetje vertraging gevolgd wordt door de opkomst van een SK-variant bij de vossen. Michael Behe wijst er bijvoorbeeld op dat evolutionisten zo'n onderling afhankelijke evolutie met een wapenwedloop tussen twee landen vergelijken. Telkens als een van de twee landen een stap voorwaarts doet in de overlevingsstrijd, reageert het andere land en haalt het het eerste land zelfs in. Richard Dawkins zegt, citaat, ik hecht enorm veel belang aan wapenwetlopen omdat deze de voornaamste stuwende kracht zijn achter de progressiviteit van de evolutie evolutie werkt immers in tegenstelling tot wat men vroeger dacht niet per definitie progressief einde citaat en verderop zegt hij citaat Desalniettemin blijft het idee van wapenverlopen veruit de meest bevredigende verklaring voor het bestaan van de geavanceerde en complexe mechanismen waarover dieren en planten beschikken einde citaat maar Dawkins' omvangrijke scenario is meer gezocht dan mijn verzonnen verhaal over konijnen en vossen. Ten eerste moet er altijd een grens zijn aan een evolutionaire wapenwedloop. tussen aanhalingstekens. Konijnen veranderen niet in hazen door de druk van roofdieren en vossen ontwikkelen zich niet tot rentparen. We hebben allemaal zo onze beperkingen. Konijnen blijven konijnen en vossen zijn nog altijd vossen. Het enige wat kan gebeuren is dat hun snelheid evolueert, tussen aanhalingstekens, tot de grenzen van hun fysieke mogelijkheden als konijnen en vossen. Dit verschijnsel van tot hier en niet verder is bekend bij dieren- en plantenkwekers, die in plaats van natuurlijke selectie kunstmatige selectie toepassen. Nieuwe of verbeterde eigenschappen kunnen bijna naar wens gekweekt worden in één soort. Snellere rennparen bijvoorbeeld. Maar er is altijd een grens die, wanneer zij overschreden wordt door genetische intielt of andere oorzaken, niet meer voor verbetering zorgt, maar voor degeneratie. Op dezelfde manier kunnen veel verschillende varianten van een soort kunstmatig voortgebracht worden. Maar er zijn altijd grenzen die niet overschreden kunnen worden. Darwin zelf wist dat heel goed. Een andere reden waarom wapenwedlopen weinig kans maken om in de natuur de technologische overwinningen te behalen die Dawkins voor hen claimt, is dat organismen zich over het algemeen te goed kunnen aanpassen om verstrikt te raken in zulke dwaasheden. In plaats van steeds sneller te rennen. Zouden onze konijnen zich misschien kunnen bekwamen in het graven van holen, en wel zozeer dat ze binnen enkele seconden nadat ze gevaar hebben geroken, zich door supersnel een hol te graven buiten het bereik van de vos kunnen brengen? Of ze zouden een betere camouflage kunnen ontwikkelen, of zich ontdoen van de geuren waaraan vossen hen herkennen. Met andere woorden, diezelfde selectieve druk. Hier de roofdieren, kan een grote verscheidenheid aan aanpassingen teweegbrengen, waarvan elke aanpassing de druk kan verlichten, maar waarvan geen enkele voorspelbaar is. De vossen zouden de konijnen natuurlijk in alle bochten en kronkelingen in dit doolhof van aanpassingen kunnen volgen, maar ik vermoed dat ze in werkelijkheid de jacht op konijnen zouden opgeven. Ze kunnen zich immers heel goed aanpassen. En in plaats daarvan kippenhokken of vuilnisbakken zouden plunderen. Ik bedoel hier niet dat wapenwetlopen in de natuur nooit voorkomen, maar dat ze amper voldoen als verklaring voor, zoals Dawkins het zegt, het bestaan van de geavanceerde en complexe mechanismen waarover dieren en planten beschikken. Voordat we onze TK's, SK's en SV's achter ons laten. Wil ik u nog wijzen op een opmerkelijk feit. Zolang we ons concentreren op een enkele aanpassing, zoals loopsnelheid, lijkt het heel aannemelijk te zijn dat natuurlijke selectie superkonijnen zou kunnen voortbrengen, waardoor hun soort een treedje hoger komt te staan in de evolutieboom met de vossen op hun hielen. Maar het wordt minder aannemelijk. Wanneer je rekening houdt met alle andere mogelijke reacties die de selectieve druk had kunnen veroorzaken in de konijnenbevolking. Uiteindelijk is het enige wat we als waarnemers kunnen weten dat sommige konijnen overleven en zich met succes voortplanten. Maar waarom ze dat doen, kan normaal gesproken niet verklaard worden door een specifieke aanpassing, en ook niet door een bepaalde selectieve druk, ziekte. Verlies van habitat, voedselschaarste en klimaatveranderingen kunnen immers allemaal bijdragen aan de afname van hun overlevingskansen. Hoe weten we dan welke konijnen het best toegerust zijn om te overleven? Zijn het de snelste konijnen, de beste gravers, de best gecamoufleerde, de meest ziektebestendige, de meest pluizige of de meest avontuurlijke konijnen? Die bereid zijn een nieuw leefgebied te zoeken als dat nodig is. Of er zijn het enkele of alle van de hierboven genoemde mogelijkheden. We kunnen eigenlijk alleen zeggen dat de konijnen die het best zijn toegerust om te overleven, ook de konijnen zijn die daadwerkelijk overleven. Als dat waar is, is het definiëren van de darwinistische evolutie door natuurlijke selectie als survival of the fittest. Slechts een tautologie. Alleen zij overleven die het best zijn toegerust om te overleven. Dat is natuurlijk waar, maar het mist elke verklarende kracht. Geografie is belangrijk. Is natuurlijke selectie dan echt bewezen, zoals algemeen beweerd wordt? Veel biologen denken van niet. Een groot probleem met natuurlijke selectie is dat het op zichzelf convergentie veroorzaakt, dat is toenadering of samenstroming tot één punt of resultaat. Waardoor een bepaalde soort in een doodlopende weg gedirigeerd wordt, waar heel het arsenaal aan beschermingsmechanismen tot aan zijn grens geëvolueerd is en geen kant meer op kan. In plaats van een opsplitsing. In twee verschillende soorten waardoor nieuwe groei in de evolutieboom gestimuleerd wordt, krijgen we gespecialiseerde konijnen die allemaal snel rennen, diep graven, warm blijven, niet ziek worden en niet gelokaliseerd kunnen worden door de konijnenradar van de vossen. Natuurlijke selectie heeft hun oorspronkelijke diversiteit niet vergroot, maar geëlimineerd Evolutionisten zijn zich natuurlijk bewust van dit probleem en stellen een compenserende factor voor geografische isolatie of een andere vorm van segregatie tussen ondersoorten binnen een bepaalde soort. Het land van Boe grenst aan dat van Wassink, maar omdat Boe Jaltink kippen houdt, is hij logischerwijs allergisch voor vossen. Hij, Jaltink. Stuurt elke nacht zijn mannen naar buiten om elke vos neer te schieten die ze zien. Met als resultaat dat de konijnen van Wassink geen last meer hebben van de vossen die de konijnen en kippen van Jaltink bedreigen. Jaltink houdt echter niet alleen van kippen, maar ook van allerlei andere vogels. En hij moedigt roofvogels aan om in zijn gebied te jagen. De tot dan toe opvallende konijnen van Jaltink leiden dus onder een selectieve druk, waarop camouflage een beter antwoord is dan snelheid. In dit laatste geval brengt natuurlijke selectie gecamoufleerde konijnen voort die bij de dreiging van gevaar niet vluchten maar verstarren. Een andere selectieve omgeving bracht konijnen voort van een andere soort, zodat de divergentie. Is hersteld. Er ontstaat weer een splitsing binnen de soort. Verder is het mogelijk dat de snelle konijnen niet zo dol zijn op hun grappig uitziende bonte neefjes, zodat zelfs waar de twee boerderijen aan elkaar grenzen, de konijnen van Wassink en van Jaltink zich niet met elkaar willen kruisen. We hebben nu dus twee soorten in plaats van één. Gaaf! Maar er kleven een aantal belangrijke nadelen aan dit scenario. Ten eerste wordt geografische isolatie nu natuurlijk koning. Ze eigent zich de troon toe die eerst bezet werd door natuurlijke selectie. Omdat natuurlijke selectie nu van geografische isolatie toestemming nodig heeft om haar magische transformaties uit te werken. En geografische isolatie. Is echt een zeer riskante onderneming. Wat gebeurt er als Jaltink zijn boerderij aan Wassing verkoopt? Dan wordt de isolatie natuurlijk opgeheven. In het echte leven onderscheidt de evolutie verschillende oorzaken van geografische isolatie, zoals bergketens, zeeën en oceanen. De zilvermeel en de nauw verwante mantelmeel kunnen uit dezelfde groep geëvolueerd zijn. Toen ze door het oeralgebergte van elkaar gescheiden werden. Darwin's vinken ontwikkelden verschillende kenmerken op verschillende eilanden in de Galapagos, omdat ze gewoon geen zin hadden om van het ene eiland naar het andere te vliegen. Straks zal duidelijk worden dat ik geen probleem heb met dit soort micro-evolutie. Mijn punt is dat geografische isolatie een toevallig proces is dat bijna per definitie geen richting kan geven aan evolutie over een langere tijdsspanne. Het is gewoon te ad hoc of plaatsgebonden om miljoenen jaren achtereen de motor te kunnen zijn achter voortdurend toenemende complexiteit, zoals Darwin's theorie vereist. Meeuwen zijn meeuwen, wat voor veren ze ook hebben, en vinken zijn vinken, welke vorm hun bek ook heeft. De genetische supermarkt. Maar er is een nog veel groter probleem met natuurlijke selectie. Het kan alleen werken als de genenpool van een soort wordt verkleind. Wat is een genenpool? Stelt u zich een tuinkabouter aan de rand van een vijver voor, die geduldig zijn vislijn in het water houdt. Het beeld spreekt boekdelen. De vissen in de vijver zijn genen. En de vijver zelf staat voor de volledige genetische inhoud van een bepaalde soort. De kabouter is een willekeurig lid van die soort. En, mijn excuses, de vissen die hij heeft gevangen maken samen zijn genoom uit. Het totaal van het genetisch materiaal in dat individu. We hebben allemaal één genoom. En duizenden genen, maar we bezitten maar een fractie van de genenpool van onze soort. Als er twee tuinkabouters zijn, zal de ene een iets andere collectie vissen vangen dan de ander, waardoor ze verschillende genomen uit dezelfde genenpool halen. Het zijn deze genomische verschillen die natuurlijke selectie in staat stellen haar werk te doen. De term natuurlijke selectie. Betekent precies wat hij zegt. Het kan zich alleen voordoen als sommige genetische eigenschappen geselecteerd worden in plaats van andere. We nemen nu een ander voorbeeld en gaan boodschappen doen bij de supermarkt. Binnen wordt u geconfronteerd met honderden of zelfs duizenden verschillende producten, maar u wilt ze niet allemaal hebben. Wat doet u dan? U selecteert. Terwijl u wacht bij de kassa, merkt u dat de mensen voor en achter u heel verschillende selecties hebben gemaakt. Hoewel de selecties elkaar misschien gedeeltelijk overlappen, in sommige gevallen selecteerde men hetzelfde product. Iemand kan misschien te lijden hebben onder de selectieve druk van een lege bankrekening, zodat hij of zij alleen de goedkoopste producten kiest. Iemand anders heeft het mandje misschien gevuld met producten voor kinderen. door de selectieve druk van een groot gezin. We leren hier drie lessen. De eerste les. Ondanks het feit dat het assortiment van de supermarkt wekelijks niet veel verandert. kan er in een bepaalde periode. een vrijwel oneindig aantal verschillende mandjes. wat de samenstelling van de inhoud betreft. over de toonbanken gaan. Op dezelfde manier kan ook de overerving van verschillende genen- en genencombinaties door opeenvolgende generaties tot veel verschillende genomen leiden. Variaties binnen eenzelfde soort die allemaal afkomstig zijn uit dezelfde genenpool. Bij de mens zijn bijvoorbeeld zo de verschillende rassen ontstaan. Maar zelfs binnen hetzelfde ras zijn geen twee mensen identiek. Uitgezonderd identieke tweelingen. De tweede les. Niemand neemt meer dan een fractie van de producten mee die in de winkel liggen. De koper laat de overblijvende producten achter, die gaan als het ware verloren. Als dat niet zo was, zou elk mandje hetzelfde zijn, en heel zwaar. Op gelijke wijze kan selectieve druk in de natuur. Alleen variatie veroorzaken door het verlies van genetische informatie. Als door natuurlijke selectie een soort zich evolueert tot twee verschillende soorten, zal elk van deze nieuwe soorten iets van de genetische inhoud van het oorspronkelijke genoom moeten missen. Anders is er niets nieuws voortgebracht. Natuurlijke selectie kan dus nooit nieuwe. Genetische informatie creëren. Zelfs niet als het geleid wordt door geografische isolatie. Het kan alleen maar verschillende genetische mandjes selecteren uit de Genepul supermarkt en de rest achterlaten. Richard Dawkins mag best toegeven dat, in tegenstelling tot wat men vroeger dacht, de evolutie niet van nature progressief is. Geen paniek. Ik ben de mutaties echt niet vergeten. Die komen straks aan de beurt. De mussen vliegen uit. Biologen zijn het erover eens dat natuurlijke selectie niet het hele verhaal is. Er zijn andere mechanismen die soms een betere verklaring zijn voor waargenomen veranderingen in levende wezens dan natuurlijke selectie. Een van die mechanismen is genetische drift. En dan is er een voetnoot. Dit is willekeurige spreiding van genen. Einde voetnoot. Dat is een proces dat plaatsvindt omdat in een bepaalde genenpool veel genen in verschillende vormen of allelen voorkomen. Ik wil dit uitleggen door even terug te keren naar de supermarkt voor onze derde les. Net zoals de supermarkt verschillende merken waspoeder aanbiedt, kunnen er in de genenpool verschillende versies van elk gen zitten. Verschillende versies van hetzelfde gen worden allelen genoemd. Een bekend voorbeeld is het menselijk gen dat de kleur van onze ogen bepaalt, waarvan een bruinoogige en een blauw ogige versie bestaat. En er is een speciaal gen dat groene ogen oplevert. Dat gen werkt samen met het blauwe. Bruine gen en bepaalt ook de licht of donkerheid van de oogkleur, maar dat laatste moet u maar even vergeten. Elk individu heeft twee kopieën van het primaire oogkleurgen en dat levert drie mogelijkheden op: twee bruine allelen, BB met hoofdletters, twee blauwe allelen, BB met kleine letters of een bruin en een blauw allel, B hoofdletter, B kleine letter. Een baby heeft ook twee allelen, één van de vader en één van de moeder. Maar welk van de twee allelen van de vader en ook van de moeder wordt doorgegeven, is een kwestie van toeval. Dus een baby met een BB vader, kleine letters, en een BB moeder... Hoofdletter, kleine letter, kan BB zijn, hoofdletter, kleine letter, waar bruine geeft omdat het B-allel, hoofdletter, dominant is, of BB, kleine letters, blauwe ogen. Zo kan een tweede kind van dezelfde ouders ook blauw- of bruinoogig zijn. Laten we dit proces van genenrangschikking mixen en matchen noemen. Het zal duidelijk zijn dat als we nu het gen voor groene, licht gekleurde ogen erbij nemen, we een beduidend grotere variatie aan mogelijke kleuren krijgen. Hoewel dat vooral van toepassing is op mensen van Europese afkomst. De meeste anderen hebben bruine ogen. Het belang van dat genetisch mixen en matchen is dat het de verklaring is voor bijna alle variaties in oogkleur bij rassen en individuen binnen een bepaalde soort. En dat brengt ons weer bij de genetische drift. De naturalist David Swift geeft een interessant voorbeeld. De Huismus kwam oorspronkelijk niet in Noord-Amerika voor, maar werd in 1852 in Brooklyn, New York geïntroduceerd. Zoals de meeste immigranten in de Verenigde Staten, bloeide de mus op en verspreidde zich. In de honderd jaar die volgden. Koloniseerde hij het hele continent? Na verloop van tijd, zegt Swift, verschenen er heel wat verschillende ondersoorten of rassen, die varieerden in kleur en grootte. Sommige van deze soorten verschilden zo zeer van de oorspronkelijke vogels, dat Europese ornithologen, dat zijn vogelkenders, ze misschien niet eens meteen als huismussen zouden herkennen. Was die variabiliteit. Veranderlijkheid, het resultaat van natuurlijke selectie? Integendeel, die veranderlijkheid ontstond vrijwel zeker doordat slechts een klein aantal vogels zijn weg vond naar een bepaald gebied en een overeenkomstig klein deel van de genenpoel van de soort met zich meedroeg. Het gevolg is dat veel allelen die in de hele soort aanwezig waren, als het ware verloren gingen en niet meer beschikbaar waren voor de lokale populatie. Een andere, maar even kleine broedkolonie elders heeft ook allelen verloren, maar, en dit is een willekeurig effect, verloor andere allelen, waardoor er een blijvend verschil ontstond in de genetische opmaak van de twee populaties. Dat bedoel ik met genetische drift. De allelen die beschikbaar zijn in Kansas kunnen dus best verschillend zijn van die in Kentucky. Met als gevolg. Dat de twee vogelpopulaties verschillende kenmerken vertonen, bijvoorbeeld in grootte en verenkleed. Dat kan volledig verklaard worden door het mixen, matchen en verlies van allelen. Hier hoeft geen beroep te worden gedaan op natuurlijke selectie. We kunnen het plaatje natuurlijk altijd nog leuker maken met enkele scenario's van natuurlijke selectie. Misschien verkiezen de katten in Kansas mussen. Terwijl ze in Kentucky liever muizen eten, waardoor er in de ene staat een selectieve druk ontstaat die er in de andere staat niet is, en waardoor de mussen in Kansas hoger in de evolutieboom worden gejaagd. Maar dat is puur kippeling, dat genetische drift de enige verklaring zou zijn die we nodig hebben. De neutrale theorie van moleculaire evolutie. Die in de late jaren 60 van de vorige eeuw werd voorgesteld door Kimura, King en Dukes, suggereert ook dat evolutie op het moleculaire niveau van DNA en eiwitten gedomineerd wordt door willekeurige drift, spreiding. Hoewel de theorie veronderstelt dat nieuwe allelen voortdurend geproduceerd worden door willekeurige mutaties, die we later zullen behandelen. De theorie beweert niet dat willekeurige drift alle evolutionaire veranderingen verklaart. Natuurlijke selectie is nog steeds nodig om duidelijke gevallen van aanpassing te verklaren. Bijvoorbeeld als experimenten aantoonden dat alleen snelle konijnen de vossen te slim af zijn. De theorie blijft echter bij het standpunt. Dat belangrijke evolutionaire veranderingen plaatsvinden op moleculair niveau zonder tussenkomst van natuurlijke selectie. Het is dan ook niet verrassend dat er nog steeds een discussie wordt over het relatieve belang van selectie en drift bij de vorming van nieuwe soorten. Eén ding is echter zonneklaar. Wanneer nieuwe soorten gevormd worden door natuurlijke selectie of door genetische drift. Gaat er genetische informatie verloren? Als bijvoorbeeld één soort zich opsplitst in twee nieuwe soorten, verschillen die twee alleen van elkaar door het verlies van verschillende genen. Mutaties als redders van de evolutie? We maken even de balans op. We hebben gezien. 1. Dat willekeurige drift als zodanig de ontwikkeling van de evolutie niet een specifieke weg kan doen inslaan. 2: Dat zelfs Richard Dawkins toegeeft dat de evolutie van nature niet progressief is. 3: Dat natuurlijke selectie bij het op weg helpen van de evolutie volledig afhankelijk is van de grillen van geografische, of een andere soort, isolatie. Van broedende populaties. 4. Dat elke vorming van nieuwe soorten, hoe dat ook gebeurt, resulteert in het verlies van genetische informatie van de genenpool van de oorspronkelijke soort. Nu de zaken er zo voor staan, hebben wij het recht te vragen waar de onverbiddelijke vooruitgang over lange tijdsperioden vandaan komt. Van eenvoudige levensvormen tot zeer complexe. Zoals u en ik, welke de evolutietheorie beweert te kunnen verklaren. Het antwoord dat we dan krijgen is. willekeurige genetische mutaties. Wie spijkers met koppen wil slaan, ontdekt dat de mutaties koning zijn en dat de evolutie in een kringetje ronddraait, tenzij er voortdurend nieuwe genen worden uitgevonden. Dat gebeurt, zo wordt ons verzekerd. Door een combinatie van de toevallige fouten en de schade die de DNA-stringen oplopen en die keer op keer worden doorgegeven aan de volgende generatie. Hoe geloofwaardig is dit scenario? Nu we weten wie er echt als koning heerst in het kasteel van evolutie, vraagt onze zoektocht om een nieuw hoofdstuk, waarin we ook zullen zien wat de godhypothese te zeggen heeft over de oorsprong en ontwikkeling van onze huidige biosfeer. Die wemelt van de levende organismen.